2-2 in de laatste minuut tegen Volendam. Waar moeten we eigenlijk beginnen? Ja, ik denk dat het begin wel een lastige wedstrijd was. In het veld ook merkte je dat ja, het kwam moeilijk aan voetballen toe en scoren snel. Daarna maakte ze ook nog die 2-0 ja, met een enkel onhoudbare vrije trap. En dan kom je toch terug in de wedstrijd met die penalty. En hij heeft ook gezegd in de rust van, je moet gewoon lef tonen en hun ook onder druk zetten, want je valt gewoon niets te halen. In de tweede helft denk ik dat we ze vaak onder druk gingen zetten, werd het meer een wedstrijd. En gelukkig maak je nog die gelijkmaker op de laatste. Nou, je hebt het over druk zetten. De eerste 20 minuten hadden jullie het ook nog wel redelijk onder controle totdat die goal viel. Hoe komt dat jullie daarna dan daar meer moeite mee hebben? Ja, ik denk dat Volendam ook wel voetballend een goede ploeg is en toch een vrije man weet te vinden. En eigenlijk de goals die ze maken is gewoon uit een corner en een vrije trap. Dus eigenlijk gaven we niet zo super veel kansen weg. Maar ja, bij die corner moeten we even terugkijken. Ja, stappen we denk ik niet op tijd uit. Maar volgens mij was Mitchell ook op dat moment eruit. Dat we een mannetje tekort kwamen. Maar twee standaard situaties eigenlijk die een goal oplevert. Nou, jullie scoren zelf ook uit een standaard situatie, een penalty. Hoe schoot je hem binnen? Ja, ik wacht gewoon op die keeper totdat hij een hoek koos en ik schoot hem rustig in aan. Zenuwachtig? Ja, ik had wel een beetje zenuw, maar ik was wel vastberaden dat ik hem ging maken. Kijk, wat zeggen jullie in de rust tegen elkaar? Je zegt net al ja, druk zetten, lef tonen, maar heeft zo'n goal dan nog invloed vlak voor rust? Ja, tuurlijk. Als je in de rust gaat met een 0-2 achterstand is anders dan met 1-2. Dus ik denk die aansluitingstreffers was wel heel belangrijk voor ons. Maar ja, ik denk wat ik net zei, dat je in de rust ook zegt, je moet gewoon lef tonen en als we hem ook sneller onder druk zetten, krijgen we het ook lastig. Nou, jullie schoten eigenlijk als het ware uit de startblokken. Ben je tevreden met hoe jullie als team vandaag dit hebben neergezet, heel het veldspel? Ja, ik denk dat het veldspel wel verbeteringen zeker in moet zitten. Maar ik denk dat we wel hebben laten zien dat we echt een team zijn. Laatste kwartier, laatste 5 minuten eigenlijk pas, gaat Makka mee naar voren als stormram. Voelden jullie eigenlijk de hele tweede helft al daar echt iets te halen viel? Ja, ik denk het wel. Als je de tweede helft ook ziet hoe we begonnen, denk ik creëer een aantal kansen. Ik schoot gewoon ook bijna binnen met links volgens mij. Jasper volgens mij kreeg bijna. Maar toen Makka er voorin kwam, toen dacht ik ja, het voelde wel alsof we meer stootkracht hadden. Dus hij hield die bal daar soms vast en dan kon je ook doorbewegen. Dus ik had wel vertrouwen in dat hij nog kon vallen. En dan 90 plus 3, wat komt er dan los? Ja, dat is de laatste bal en ja. In het uiterste hoekje schiet je met ja, links een beetje buitenkant, anders kon je er denk ik in, schiet je met binnen. Ja, toen rende ik weg en zag ik iedereen op me afkomen. Ja, dat is mooi. Toch nog even billen klaar, ik vind die laatste minuut in de ja, doelmond. Ja, een paar keer zag ik die bal in scrimmage gewoon net voor iemand zijn voeten vallen, maar we lagen er goed voor, dus gelukkig viel hij niet binnen. Verdienpunt?